is een belangrijke wedstrijd. Rotterdam Ahoy gaat spelen tegen het militaire mini-voetbalteam. En de wedstrijd is daarom belangrijk, omdat er een plaats in de finale in het geding is. Het plaatje van het militaire team. Dit is verzorger Meindert Blankenstein. Naast hem Martin van Zanten. International geweest van het zaalvoetbalteam van Nederland ook bovendien. Giel Holtel, de keeper. Daarna is Pieter van der Wildenberg. En dan Harry van Meegen. Dat is de coach. We gaan omlaag. En dan komen we terecht bij een jongen die debuteert. John Tahapari. Hij vervangt Willem van Tullum, die verhinderd is. Gerrie Jumelin. Dan Toon van Helvoort. Dan Mario Methorst. En dan tenslotte Wim Albers. Dat is het plaatje van het militaire minivoetbalteam dat ooit tweede werd, maar nooit hoger kwam dan die tweede plaats. Aan de andere kant staat het team van Rotterdam Ahoy klaar. Ze zijn nog wat op afstand, maar hier hebben we Jan Bruijs in beeld. Pontificaal. We gaan verder pennen en dan zien we Pieter Vries. Vervolgens de verzorger, Hans de Koning is dat, oud Spartaan, wel bekend, fysiotherapeut. Dan Hans Sint-Nicolaas, vervangt nog altijd de geblesseerde Aad van der Laan. Dan Arie Riedijk, die kent u inmiddels wel, begaafd voetballer. En dan daarnaast weer Frans Bouwman, dat is de laatste van dit rijtje. We gaan omlaag en komen dan terecht bij Bob Jansen, de coach van Rotterdam Ahoy. Vervolgens Hans Venneker, zeer bekend natuurlijk van Feyenoord onder andere, van Sparta, van NEC, waar heeft hij allemaal niet gespeeld. In Frankrijk ook nog Reinier Krijermaat, ook al bekend van Feyenoord vooral. En dan komen we terecht bij de laatste man, Arie van der Sluis. En dan heeft u de voornamelijk in het wit gestoken Rotterdamse equipe in beeld gehad. We hebben ook nog scheidsrechters, maar die staan nu pas in beeld. Links Lau van Ravens, in het midden Luc van Nuffel die de tijd waarneemt. En dan de laatste man die arbitreert, Fred Delcourt, Belg van origine. Hij fluit hier vanavond. Wel nu, we gaan kijken naar het inspelen van het militaire team. Met name de keeper Giel Holtel. Ik kan u vertellen dat Rotterdam Ahoy tweede is geworden in Pool A. Won met 9-6 van Noord-Nederland. Won met 8-6 van Amsterdam. Maar verloor met 3-4 van Limburg. De militairen die op dit moment niet in beeld zijn. Maar de militairen die wonnen met 8-4 van Utrecht. Speelden gelijk tegen Oost-Nederland en verloren. De wedstrijd was 7-7 en verloren via penalties. Militairen speelden ook gelijk tegen België en wonnen toen via penalties. Want ik zeg maar eens een keer, minivoetbal kan niet gelijk eindigen, dan beslissen penalties. Wel nu, de toeter is gegaan. De beide ploegen moeten naar de overkant voor de vliegende start. Ik vertel u alvast dat op 7 mei er hier zaalvoetbal vandaan te zien is. Live uit Ahoy, Nederland-België, zaalvoetbal. Maar dat vertel ik straks nog wel een keer. Goed. Beide teams nu bijna in de startpositie. Bijna in de startpositie. Terwijl de bal in de cilinder klaar is. Druk op de toeter en we zijn bezig. Gelijk een overtreding lijkt me. Lichamelijk contact. Pieter van der Wildenberg is de dader. Bal is genomen. Jan Bruijs aan de bal voor Rotterdam Ahoy. Zoals gezegd, voornamelijk in het wit. Arie van der Sluis. En dan een goede redding, een uitstekende fanatieke redding van Giel Holtel voor de militairen die voornamelijk in het oranje spelen. Martin van Zanten. Wie wint plaatst zich voor de finale. Pieter Vries, Hans Venneker, zeer agressief. Dan gaan we contact. En dat zal een vrije trap worden, heb ik de indruk, voor Rotterdam, ja. Venneker, Pieter Vries. Kan hem nog niet kwijt. Venneker weer. Ook al in moeilijkheden. En dan weer lichamelijk contact van Toon van Helvoort. Vrije trap voor Rotterdam. Pieter Vries aan de bal. Hij schiet graag. Martin van Zanten. Goeie paas door de benen heen van Pieter Vries. Gerrie Jumelin van Zanten. Achter de goal staat Pieter van der Wildenberg vrij. Maar hij is moeilijk te bereiken. Jumelin. Verder geblokkeerd. Van Helvoort. Militair schermen de zaak goed af. En dit is uitstekend gedaan van Pieter van der Wildenberg. En dat is een hele fraaie goal. Hij schiet hem fantastisch omhoog met dat linkerbeen. Pieter van der Wildenberg, dit is hem. Scoort 1-0 voor de militair. Tegenvallen van Rotterdam. Dat is een duidelijke zaak.
Harry van der Sluis aan de bal en Hans Weddeker. Oh, wat een schitterende redding van Groen Hotel. Jan Bruijs aan de bal. Een zeer levendige wedstrijd. Piet de Vries. Van der Sluis. En hij krijgt de eerste corner. Eerste corner van de dag. Iedereen uit het doelstrafschopgebied zegt Fred Delcour, de scheidsrechter. Hij heeft gelijk. Martin van Zanten geroutineerd en zelfbewust. En uiteraard is dat een lichamelijk contact van Arie van der Sluis, die nog wel scoort, maar dat telt dan niet. Van Zanten. Mario Methorst. Ah, voortreffelijk gedaan, voortreffelijk gestopt. Corner voor de militairen. Hans Nicolaas is er goed in, de keeper. Dat moet er gepaast worden. Van Zanten. 2-1 situatie, nu moet er gepaast worden en dat wordt niet gepaast. En daardoor is het geen goal. Want de keeper hoefde alleen maar dit schot te blokkeren. Jan Bruijs. Hans Verneke. Misverstand alom. Een balverlies, Schumelen. Hij krijgt het niet onder controle, u ziet dat. Maar Methorst komt in een goede positie. Het is jammer. Frans Bouwman neemt aan. Komt moeilijk van Methorst af. Maar hij heeft hem nog wel steeds in bezit. En hij scoort zeer fraai. Ja, dat is Frans Bouwman. Dat is Frans Bouwman. Zeer sterk in de persoonlijke duels. En maakt dan een solootje en dan is er meestal geen houden aan. 1-1 is de stand in deze zeer levendige wedstrijd. 5 minuten en 55 seconden gespeeld. Bouwman brengt Rotterdam Ahoy naast de militairen. Krijgermaat blesseert zich licht bij het blokkeren van die bal. Vastzetten van die bal, Arie Riedijk. Dat is niet erg handig. Nu zal er gepeest moeten worden. En dat doet Krijgermaat ook. Venneker. Bouwman. En de mogelijkheid om een goal! En het is weer Frans Bouwman die aan de basis van deze goal is. Verdeker schoot die bal er zeer vrij in natuurlijk, maar het was Bouwman die de bal klaarlegt. Verdeker scoort 2-1. En Rotterdam leidt. Voor de goal is er een goede kans. Geen goal op de paal gekopt. Wat een sensatie. Het zou een dubbelteller geweest zijn. Wat een uitstekende wedstrijd is dit. Bouwman andermaal aangespeeld. Hij heeft trouwens ooit in het militaire team gespeeld toen hij nog dienstplichtig was. Maar het is een Rotterdammer. En hij scoort! Hij scoort! Wat een door is Dick Melchior! Niemand let op dat gat en hij scoort door het gat achterin. Het is 3-1 voor Rotterdam geworden. Zeer fraai. Jumelin, Toon van Elvoort. Rotterdam domineert nu. Martin van Zanten. En dat is een goal. Hele simpel. Slecht verdedigd. Het is Toon van Elvoort die 3-2 scoort. Van Elvoort. Na die uitstekende paas de zaakjes van Martin van Zanten. 3-2. Moment van verslapping in de Rotterdamse verdediging, dat was heel duidelijk. 8 minuten gespeeld en al 5 goals, het is niet te geloven. Bouwman weer. Krijgermaat. Dat kan niet. Mocht mijn stem wat gesluierd klinken af en toe. Het is een keelontsteking, ik vraag daar excuus voor. Toon van Helvoort. Methorst. Hard en haast. Maar niet al te veel. Piet de Vries. Militairen bieden weinig ruimte.
Goed gewerkt daar van Methorst. En een origineel veldvoetbal kopduel. Maar we zijn alweer bij de volgende fase terecht. Toon van Helvoort wordt aangespeeld. Hij heeft een beer. En daar is hij een beetje lucky. Hij heeft de sluis niet bereikt, net niet bereikt. Riedijk, nog niet te veel van gezien. Pieter Vries, bijna door het gat. Krijermaat, nu zal hij moeten pasen. Nee. Goeie paas op de nieuwe jongen, Taha Pari. Goeie paas van hem. Speelt in Middelburg, veldvoetbal. Toon van Helvoort. Wat een geweldige dreun in zijn gedachten. Taha Pari weer. Paas moet komen, Jumelin. En dat is bijna een paas op Arie van der Sluis van de tegenpartij. Pieter Vries. Krijermaat. 10 minuten en 17 seconden gespeeld. Riedijk. Hij gaat alleen. En hij draaide en schoot snel. Heeft blijkbaar behoefte om ook wat te laten zien. Giel Holtel. Pieter Vries, slechte uitworp. Nee, nee, dat zal niet gaan. Holtel. Van Zanten. Methorst, daar Pari. Oh, unieke positie om te scoren uiteraard. Maar Hans-Sint-Nicolaas maakte zijn doelvlak kleiner en het scoren moeilijker. Riedijk. De Vries. De bal moeizaam onder controle. En dan kan hij weer naar De Vries. Die moet sprinten. En dat ging vroeger nou net even iets sneller. Taha Pari weer. Van Zanten aangespeeld. Taha Pari. Ja, dat is uitstekend. En gered. En nog een keer gered. En weer gered. Drie reddingen van Hans-Sint-Nicolaas. Het is niet te geloven. Maar het had natuurlijk wel een doelpunt moeten zijn. Daarover kan geen twijfel bestaan. Pari weer. Wat een momenten zijn dat voor dat doel van Rotterdam Ahoy. Rotterdam Ahoy dat na 11 minuten en 46 seconden nog steeds leidt. Bal werd achter de doellijn gepakt. Dat wordt dus een vrije trap voor het militaire team. Martin van Zanten zit erachter. Taha Pari en de goal. Nee! Kim Albers had natuurlijk kunnen scoren en eigenlijk ook moeten scoren. Slechte uitworp. Riedijk komt er ook al niet aan. Goed gewerkt daar van Jan Bruijs. In deze zeer levendige wedstrijd. Bal is uitgeweest, zegt Lau van Ravens. Nee, zegt Taha Pari. John Taha Pari. Ja, zegt Van Rijp. En dat is geen goede inrol. Het is een inworp. Dat mag wel bij zaalvoetbal. Het moet zelfs, maar niet bij minivoetbal. Daarom is dit show een zaalvoetbalsport. Aha. Taha Pari. Wim Albers, redding Pieter Vries. Goed gedaan van Arie Riedijk. Prima oplossing. Frans Bouwman weer. Oh, wat een geweldige knal heeft die jongen nog in zijn been. Maar wat een voortreffelijke redding ook van Holtel. Beetje lucky, dacht ik. Maar hij heeft hem. Het is een goal! Het is het gouden koppel uit het team van Rotterdam Ahoy. Bouwman, Riedijk. Riedijk scoort 4-2. Onhoudbaar voor Holtel. Mensen staan op de bank hier. Het is niet te geloven. 13 minuten en 12 seconden gespeeld. 6 goals hebben we gezien. Rotterdam Ahoy leidt. En is bij deze stand. Wat zeg ik? Het is Taha Pari die koppend scoort. Na die paas van Wim Albers. En dat betekent een dubbelteller. En daarmee is de stand plotseling 4-4 geworden. Het is niet te geloven.
Ik wilde net gaan vertellen dat Rotterdam Ahoy bij deze stand in de finale zou zitten. En zo zie je het maar weer. Dat is in ieder geval voetbal in optima forma. 13 minuten en 48, 49, 50 gespeeld. 4-4 stand. Taha Pari, daar gaat hij weer. Martin van Zanten. Pieter van der Wildenberg. Schitterend zoals die militairen teruggekomen zijn. Een van de beste minivoetbalwedstrijden in deze 5 seizoenen die we gezien hebben. Het zou een goede finale geweest zijn. Albers wordt geblokkeerd door Bruis. En ik vind dit eerlijk gezegd een tikje uitgelokt. Maar het is een vrije trap. En dat is het mogelijk. Nee, op de paal daar, Pari andermaal. Die kan Frans Barman met geen mogelijkheid aannemen uiteraard. Wat een sensatie in dit Sportpaleis Ahoy. Dat zindert van de spanning. Schitterende solo van Pieter van der Wildenberg en een goede redding van Hans Sint-Nicolaas. Bouwman aangespeeld en Van Zanten zit ertussen. Merkwaardige momenten in dit minivoetbal. Het is een corner, dus voor Rotterdam Ahoy de tweede. Genomen. Even een moment van verslapping, concentratie. Een van de weinige passes die niet aankwam. Sint-Nicolaas, Hans Venneker. Hans Sint-Nicolaas. Tweemaal op de keeper. En dat mag niet. Hij mag hem wel met zijn voeten spelen dan, maar niet tweemaal achter elkaar. Met zijn handen. Dat is naast. Hans Sint-Nicolaas gaat inrollen. Nu moet hij hem verder weggooien. En dat doet hij niet best. Taha Pari. Toon van Helvoort. De militaire jager. Goeie redding weer van Hans Sint-Nicolaas. Zit er goed bij. Frans Bouwman in een moeilijke positie. Maar dat hebben we hem vaker zien doen. En hij gaat onderuit. En het wordt niet bestraft. En dat vindt het Rotterdamse publiek niet erg leuk. Schitterende knal weer van deze Frans Bouwman. Bal getoucheerd uiteraard door Giel Holtel. Jan Bruis. Dat is al lichamelijk contact. Vrij trap. Het gaat dit snel. Het is met woorden bijna niet bij te houden. Gelukkig nog wel met beelden. Ari Riedijk. Kijken hoe die hier uitkomt. Taha Pari is een uitstekende kracht voor de militairen. Kijk eens even, een schitterende combinatie. Wim Albers. Toon van Helvoort. Albers staat vrij aan die rechterkant. Van de Wildenberg. Taha Pari, het is een goal! Ja, ja. Volkomen vrij. En Taha Pari scoort opnieuw. Net was het een kopbal. Nu is het een gescoorde goal met de voet. Hij brengt de militairen aan de leiding. Voor de tweede maal in deze wedstrijd. 5-4 is de stand voor het militaire team via Taha Pari. Van Middelberg. Een zeeuw dus. Die is maar net naast. Dat schot van Marius met Horst. Frans Bouwman neemt aan. Hij heeft het moeilijk. Wordt ook in de rug gesprongen. Jan Bruis. Nog niet al te veel van gezien. En dan een mogelijkheid voor... Arie Dijk wou ik zeggen. Redding van Holtel. En verder aan een solootje. Het is een goal, het is een redding, het is geen goal. Schitterend is dat zeg. En nog steeds is Verderker niet los van de keeper. Maar nu is Pieter van der Wildenberg weg. Hij zou kunnen scoren. Hans. Oh, dit wordt een goal. Uiteraard, uiteraard. Wordt treffelijk gedaan. Een actie van Van der Wildenberg. En het is Albers die 6-4 scoort. Militair komen schitterend terug. Rotterdam Ahoy in grote moeilijkheden. 18 minuten en 6 seconden gespeeld. Arie van der Sluis had de bal. Venneker. Arie Riedijk. En weer balverlies. Pieter van der Wildenberg, Toon van Helvoort. Van der Wildenberg staat weer vrij. Wordt slecht verdedigd op dit moment.
bij het Rotterdamse team. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de echte verdediger die dit team heeft, Hans Stelker, zo vaak voorin te vinden is. Jan Bruijs. Wat gaat hij doen? Hij speelde Giel Holtel, de keeper, volstrekt uit positie. Maar ja, de bal ging voor. Langs. U zag dat. Nou, is dat geen goal wordt. Nee. Overtreding. En uiteraard Bruijs legt free kick. We zijn in de laatste minuut terechtgekomen van deze eerste helft. Zinderende halve finale. Het is nog volkomen onduidelijk wie die finale gaat halen. Goed schot van Pieter Vries, voorlangs. En dan hoeft de keeper ook niks te doen. Methorst van Helvoort, goed gedaan, Jumelin. Oude huurgenoot. Jumelin. Van Helvoort. Slecht geraakt. Jumelin weer. 15 seconden. Ja, goed gedaan. Puntertje. Toch moeilijk te worden. En nog 10 seconden. Zal een snelle doorpoging moeten komen van Rotterdam. Dan gaan we contact. Vrijemaat die onderuit gaat. Maar we zijn in die laatste seconde terechtgekomen. En het heeft verder geen zin meer. Uiteraard. Uiteraard is de tijd om. 6-4 is de stand voor het militaire team. Een schitterende eerste helft. Die mij in ieder geval veel aanleiding geeft tot rust. Mijn stem kan het nauwelijks bijhouden. Ik heb u verteld, ik heb last van mijn keel, last van mijn stem. Ik heb mijn uiterste best gedaan om dit allemaal te volgen. Laten we gaan luisteren naar jubel uit Dordrecht. Tamboers, pijpers en trompetters.
4. Iedereen klaar voor de tweede helft van deze minivoetbalwedstrijd. Rotterdam Ahoy tegen de Militairen. 6-4 stand in het voordeel van de Militairen. Rotterdam Ahoy zal in de aanval moeten. Jan Bruijs, hij scoort niet. Pieter Vries. Hans Velleker aangespeeld. Schitterende goal. Velleker, Bruijs van der Sluis. En de stand is 6-5 geworden via Arie van der Sluis. Dit is hem, nummer 8. En dat alles na 32 seconden. Het is niet te geloven hoe snel dat kan gaan in dit spel. En speciaal deze avond. Jumelin. Taha Pari. Als ik het goed zeg. Dat was geen opzet. Maar een corner uiteraard voor de Militairen. Het is de tweede. Taha Pari. Jumelin, laatste man. Redding. Hans Sint-Nicolaas. Trapt niet in dit hakje. Pieter Vries aangeworpen. Kijk wat er nu gebeurt. Weinig steun. En daar komt pas Jan Bruijs. Hij schiet wel hard en erg onzuiver. Zinloos is dit. Jubelin. Van Zanten weer. En dat wordt Jubelin. Bouwman staat vrij en wordt wel aangeworpen. En schiet dan erg snel. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je die bal onder controle kan krijgen, zo die dit doet dan. En andermaal via Giel Holtel die bal niet in het doel. Arie Dijk. Jan Bruijs. Hij was maar net naast en erg hard. Ik had niet de indruk dat Holtel dit had gezien. Albers. Zijn uitgezeten door Riederk. Dan komt de balverlies. Niet zijn beste. De bal is uit geweest. Gespeeld 4 minuten en 42 seconden. Stand is 6-5 voor de Militairen. Riederk neemt aan. Een paas voor. En nu had hij natuurlijk wel moeten scoren. Er zat een been tussen. Goed werk daar van Krijenmaat. Houdt hij binnen. Ja, maar het is balverlies. Van Zanten. Breedtepaas moet komen. Jumelin. Goeie redding op het been van Hans Sint-Nicolaas. Die erg veel heeft gestopt door uit zijn doel te komen. Is trouwens een kracht. Met name langs de grond. Krijenmaat. En dan die paas op de Apari. En weer is het Hans Sint-Nicolaas van zijn specialiteit benut. Hij toucheert de bal, het is een corner, de derde. En dit wordt uiteraard een inrol voor Jan Bruijs. Hans Bouwman. Bruijs. En dit kan natuurlijk niet, en nu moet het gat achterin benut worden. En nogmaals een keer. En zo kunnen we uren door. En dat is Hans. Duidelijke zaak. Duidelijk gewoon van Hans. Dit is uiteraard de mogelijkheid om de stand op 6-6 te brengen voor het Rotterdamse team. Als ik Bob Jansen was, zou ik Arie Riederk die bal laten nemen. Maar het is Krijenmaat die het gaat doen. Nou, hij heeft een geweldige knal in de benen. Hij staat oog in oog met de keeper, Giel Holtel. Dit is hem. Als hij hem omhoog schiet, is het een goal. Maar doet hij dat ook? Hij doet het niet. En het blijft 6-5 voor de Militairen. Ik zei het al, Arie Riederk had de man moeten zijn die deze penalty genomen. Uit mijn eigen zaalvoetbalervaring weet ik dat hij zijn veilhuis onder de lat erin prikt. Het feest ging niet door. Van Zanten, de Militairen blijven leiden. En ook deze bal ging tegen een arm aan, maar was het opzettelijk? Dat is namelijk het criterium, ik geloof het niet. Bal is uit. Holtel speelt Pieter van der Wildenberg aan. En dat is natuurlijk gevaarlijk spel. Pieter van der Wildenberg recht op de Krijenmaat in. Die het erg moeilijk heeft. Pieter van der Wildenberg die de strafbank moet opzoeken. Vanwege dit lichamelijk contact. Ik betwijfel sterk of hier sprake was van opzet. Maar hij is er wel uit. En
maar gaat verder. In de powerplay. Vier man tegen drie man. Pieter van der Wildenberg op de strafbank. 2 minuten lang. Krijgermaat. Harde jongen. Hij gaat er toch uit. En dat is een corner. En dat is de derde voor Rotterdam Ahoy. De volgende zal er opnieuw een penalty worden. Bijna een goal. We gaan met contact, zegt Blauw van Ravens. Tot groot ongenoegen van het publiek. Dat een thuispubliek is uiteraard voor Rotterdam Ahoy. Toon van Helvoort die de bal in bezit wil houden, in de ploeg wil houden. En zo wil hij die 2 minuten straftijd van Pieter van Wildenberg zien door te komen. We gaan met contact. Vrijtrap Rotterdam Ahoy. En ook dat wordt ervaren als een ernstige zaak door het publiek hier. Vanwege die overtreding van Martin van Zanten. Jan Bruijs. Bal is uit geweest. Ik moet zeggen dat de powerplay van het Rotterdamse team nogal uitblijft. Je kunt net zo goed zeggen dat het militaire team vrij uitgekookt door deze 2 minuten heen komt. Kijk eens aan, Van Zanten. Arie Riedijk moet tempo maken. 8 minuten en 31 seconden gespeeld. Ja, goed puntertje was dat van Arie van der Sluis. Giel Holtel die het moeilijk heeft en zich vast moet houden aan de paal. Tijd moet stil. En die staat ook stil. Nou, hij leeft nog. Arie Riedijk aan de bal. Jan Bruijs die bal slecht aanneemt. Publiek neemt de klaarblijkelijke nederlaag van dit Rotterdam Ahoy team niet. En dan gaat dat vaker met een thuispubliek. Van Zanten. Pieter van der Wildenberg is terug in de wedstrijd. En het scheelde bijzonder weinig of die militairen kwamen ondanks die nauwelijks gelijke stand wat een aantal spelers betreft toch weer aan een doelpunt. Martin van Zanten, soeverein, zeer goed ook, van de Wildenberg. Een van zijn minder sterke momenten. Arie Riedijk aan de bal, direct aangevallen door Gerry Jumelet. Laten we eens kijken wat deze solo gaat inhouden. Jan Bruijs, laatste man op dit moment. Arie van der Sluis aangespeeld. Hij heeft te veel ruimte nodig om langs Marius Methorst te komen. Jumelin aangespeeld. Stand nog altijd 6-5 voor de militair. Jumelin. Toon van Helvoort vrij, helemaal aan de andere kant. Krijgt de bal nu. En zou kunnen schieten uiteraard. En dan is het gat achterin vrij. En het is een goal. Ja, ja. De meest geroutineerde speler van het militaire team scoort 7-5, zeer uitgekookt. Sint-Niklaas heeft de goal uitgelokt en niet op tijd terug. Het is 7-5 voor de militairen. De militairen gaan door via Methorst. Blokkade Jan Bruijs. Het zwakke punt bij het Rotterdamse team is dat er te weinig mensen opkomen. En counter van de militairen, Jumelin, nu moet de paas komen. Ja, schitterend gedaan. Dat is goed verdedigd van der Sluis en Riedijk. Hij kan pasen. Hij paast slecht. Samenhang bij Rotterdam is in ieder geval weg. Bij de militairen volstrekt aanwezig. Van der Sluis, Krijgermaat. Krijgermaat, van der Sluis. En toch geen goal. Hij heeft het moeilijk. Iedereen staat vast. Goeie paas. Sint-Niklaas zat er net op tijd tussen, zij het niet helemaal overtuigend. Wat een wedstrijd is dit. Verneker komt er niet aan te pas. Het is geen goal, het is de lat. Nou. Het is nauwelijks bij te houden. Bouwman aangespeeld in de spits. Heeft de man voor zich, komt hier niet langs.
Ja, je moet er gewoon voor gaan staan, dan wordt het moeilijker. Fenneker. Beweging zonder bal moet groter worden bij Rotterdam Ahoy. Dat is duidelijk. Het is een goal! Uitstekend gewacht door Frans Bouwman en Riedijk. Riedijk scoort 7-6. Zeer droge goal, maar wel een goed opgezette goal. Het blijft spannend hier in het Sportpaleis Ahoy. Mensen op de banken. Achter Rotterdam Ahoy, de thuisclub. Maar ze staan wel achter. Bedhorst. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk ook wel verdiend is, want de militairen geven eigenlijk de beste show. Dat is de vierde corner. En dat betekent dat de militairen een penalty gaan nemen. Zeer slim gedaan van, ik zei het al, de meest geroutineerde man van de militairen, Pieter van der Wildenberg. Van Helvoort achter de bal. Benieuwd wat hij gaat presteren in dat oog-in-oog duel met Hans Sint-Nicolaas. De militairen hebben geoefend op het nemen van strafschoppen. We moeten dus aannemen dat ze hun voorsprong gaan uitbreiden tot 8-6. Toon van Helvoort, Hans Sint-Nicolaas, nee! Op de paal, hoe is het mogelijk? En dat alles terwijl mijn stem het nu echt begint te begeven. Pieter van der Wildenberg aangespeeld, goed werk van Hans Spenneker. Maar hij is de bal kwijt, 3 tegen 1 is de situatie, 3 tegen 2 inmiddels. En het is geen goal, het is geen goal. Omdat Pieter van der Wildenberg werd geblokkeerd door Hans Sint-Nicolaas, die er goed uitkwam. Fenneker, Sint-Nicolaas. Bouwman aangespeeld, hij neemt hem aan. Jumelin voor zich, 1 tegen 1 duel wat dat betreft. Maar er zijn meer militairen terug. Komt hij hier langs? Ik kan het niet geloven. Dit is vrij zinloos. Maar dat is nou het gekke met Frans Bouwman. Uit dit soort situaties weet hij soms toch te scoren. Dat is een klasse. Riedijk. Bouwman, daar kan hij niet bij. Want dat is bepaald niet zijn klasse, de sprint. Van Zanten. Van de Wildenberg. Beste man bij de militairen. Van Zanten. Goed werk van Riedijk. Balverlies Krijermaat zou te zien. Nee, houdt het niet binnen. Krijermaats jaren beginnen te tellen. Het zijn hem vergeven. Hij heeft een schitterende staat van dienst. Van Zanten. Schumelen aangespeeld. Taha Pari. Zeg ik het goed? Ja. Van Zanten. En nu moet het schot komen. Het is voorbij. En dan Frans Bouwman. In een eenzame situatie voor Hotel. En hij laat dit moment gaan. Hij laat dit moment gaan. Hoe is het mogelijk? In moeilijke situaties scoort hij wel. En zo dan weer niet. Het is niet te geloven. Wat een kans. Krijermaat. Zou hij gaan schieten? Ik zou het hem niet aan. En dit is erg slecht. Het wordt een inrol voor Rotterdam. Riedijk was dicht bij een goal. De bal was wel op het gat, maar niet erdoor. Het wordt weer een inrol voor Rotterdam Ahoy. Het is wel aardig, hè, dit. Bouwman nog steeds. Krijermaat krijgt hem niet onder controle. En dan staat Pieter van der Wildenberg vrij. Oog in oog met de keeper. En die zit er goed tussen. Van Zanten, daar Pari vrij, helemaal aan de overkant. Krijgt hem niet, van de Wildenberg. Daar komt de paas. Jubelen, hij is wel hard. Hij is erg onzuiver. 4,5 minuut. En Frans Bouwman gebaart dat hij steun moet krijgen in de voorhoede. En hij heeft gelijk. Bouwman aangespeeld. Riedijk houdt hem binnen. Nu moet die paas komen, die dieptepaas. Bouwman staat voor het doel vrij notabene. En toch komt die paas niet. Het schot moet komen, maar er is geen ruimte. Er is geen ruimte. En Riedijk scoort! Wat een zuiverheid heeft deze man. Riedijk scoort 7-7. Ongelooflijk, wat een precisie is dit.
Militairen nu plotseling in moeilijkheden. Het publiek scandeert, Arie, Arie. En ze bedoelen Riedijk. Hij speelt in Olympia Gouda. Kijk eens aan, achterin staat Jokseman. Bouwman aangespeeld. Moeizaam uitgegooid, moeilijk uitgegooid. Wim Albers. Mensen bij zich. 7-7 is de stand. 3,5 minuten spelen, bijna. Van Zanten. Hij zou kunnen schieten. Goede paas was het eigenlijk op Tahapari, maar hij kon er niet bij. Van der Sluis aangespeeld. Normaliter een specialist in het versieren van penalties. En dan moet je wel eerst in het doelstrafschopgebied zijn. En hij komt er maar niet in. Daar komt de goal! Maar het is een sliding! Het is een sliding! Het is bovendien de vierde corner. En ik ben benieuwd wie nu die penalty gaat nemen. Het is inderdaad Riedijk. En nu moet hij Nijmegen gaan waarmaken. Dat hij doorgaans dit soort zaken weet af te straffen. Riedijk ogenoog met Hotel en dat is ook al. U ziet het, ik ken mijn Pappenheimers. 8-7 voor Rotterdam. En nu is het woord aan de militairen in die slotfase. Een kleine 3 minuten te spelen. Wat een wedstrijd, wat een spanning. Geweldig. Tahapari aangespeeld door Toon van Elfvoort. Een bijna goal. Meer dan een inrol van de keeper wordt het niet. Schitterend scorenverloop. Volkomen aan elkaar gewaagd, die beide teams. Vrije trap wegens deze verkeerde uitworp van Hans Sint-Nicolaas. Kan er ineens in. Geblokkeerd. Van de Sluis aangespeeld. Lukt het hem? Hij scoort niet, zei net. Kan nu afgespeeld worden. Verdeker staat niet vrij. Niemand vrij eigenlijk. Inrol voor Rotterdam. Dat de bal in de ploeg zou moeten houden nu. 2 minuten te spelen. Kleine 2 minuten. En Verdeker begrijpt het. Heeft alle tijd. Kan rustig aanleggen. Het is een corner. Merkwaardige wijze van verdedigen van Zander van het gat. Maar wel doeltreffend. Dat is een prima paas, maar wel naar de verkeerde man van Pieter Vries. Hard werk van Fenneker. Nou, wat gaat dit worden? Van Zanten. Het is een goal! Schitterende goal! Van Zanten scoort 8. Van Zanten scoort 8-8. Het is niet te geloven wat hier aan de hand is. Harry van Meegen wil praten met zijn mensen. U ziet de klok. U hebt de stand gezien. 8-8 is het. Je blijft erin, Giel. Wat een geweldige wedstrijd is dit. Hij smaakt de allerbeste die we te zien hebben gekregen in die 5 seizoenen minivoetbal. Beide teams zijn weer naar de overkant gecommandeerd. We hebben er nog één in de cilinder en daar gaat hij. Jan Bruijs wint die sprint. Verdeker. Alles uit geweest. In de rol voor Pieter van der Wildenberg. Schummelen. Verdeker houdt hem binnen. Maar komt hij daar ook uit? Dat lukt hem. Paas op Frans Bouwman. Die in een 1 tegen 1 situatie moet proberen die bal mee te nemen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hij gaat onderuit. Maar het wordt een vrije trap. En Jubelin moet het veld uit. Jubelin moet het veld uit. En Rotterdam Ahoy krijgt een numerieke meerderheid. Het is geen goal. Het is geen goal. Riedijk schiet naast. Powerplay bij Rotterdam Ahoy. Ik ben benieuwd of ze erin slagen. Ook eruit. Bouwman eruit. De hoofdrol is voor Lau van Ravens op dit moment.
Nog 20 seconden te spelen. Het zit er dik in dat we gaan penalty schieten om tot een beslissing te komen in deze wedstrijd. Bouwman en Jubilé op de strafbank. Nog 10 seconden te spelen. Van Zanten zou kunnen schieten. Hij doet dat niet. En dan is het gebeurd. Bal is uit. Nog 3 seconden. 2 seconden. Via penalties gaan we deze wedstrijd beslissen. 3 penalties dus voor ieder team. En dan om en om penalties totdat er een beslissing valt. Een 8-8 stand maakt dit allemaal noodzakelijk. Hans Sint-Nicolaas op de doellijn van zijn vergrote penaltydoel. Pieter van der Wildenberg voor de militaire linksaanloop. Hij schiet naast. Dat is een uitstekende kans voor Pieter Vries. Om Rotterdam Ahoy op een 1-0 voorsprong te brengen. Militaire te zaakjes die al 2 maal penalties hebben moeten nemen in dit middenvoetbalseizoen. Eenmaal wonnen ze en eenmaal verloren ze. Pieter Vries oog in oog met Giel Holtel. Hij scoort. Betekent dat Rotterdam Ahoy met 1-0 leidt. Wim Albers voor het militaire team moet nu gaan scoren tegen Hans Sint-Nicolaas, die zeer gespannen op de doellijn staat. Wim Albers tegen Hans Sint-Nicolaas. Daar komt de aanloop en hij zit. Stand is 1-1, maar er komt nog een gelijkmaker.